De nieuwe klimaatburgemeester. Ja, de nieuwe klimaatburgemeester. Hoe voelt dat? Ja, het voelt heel erg leuk. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Nou, nogmaals vandaag het festival Groene Gras. De symboliek erachter, we gaan aan de slag. We laten hier geen gras overgroeien en we doen het samen. Boksel doet eindelijk weer waar hij goed in is en waar hij goed in was. Want we zijn natuurlijk ooit gestart, meneer Juffermans, met de kleine aarde. En daarmee hebben we Boksel op de kaart gezet als het gaat om je om te laten merken van hoe serieus wij onze leefomgeving waarderen, koesteren en ervoor willen zorgen. En compliment aan Desiree dat zij dat op dit moment gewoon voort weet te zetten. Er is een follow-up met de kleine aarde, maar ook dit festival wat een week geduurd heeft, waar we inwoners weer bewust willen maken van hoe belangrijk het is om goed te zorgen voor je omgeving en dat aangenaam erop te maken en vooral ook te zorgen dat we gezond blijven door groen te doen. Nou Jos, alsjeblieft, hij is alweer een stuk mooier dan die van mij. En draag hem met waardigheid en respect. Ja, zeker. Dank je wel. Ik wil heel graag met jullie inwoners van de gemeente Boksel de verbinding aangaan op weg naar een duurzame toekomst met oog voor mens, dier en natuur, kunnen wij echt het tij keren. Dus heb je een idee bij het vergroenen van je straat bijvoorbeeld, neem contact met mij op en ik ga ermee aan de slag. De nieuwe klimaatburgemeester. Ja, de nieuwe klimaatburgemeester. Hoe voelt dat? Ja, het voelt heel erg leuk. Ik ben, nou, zoals ik net al zei in het praatje, ik voel mij vereerd. En ik ben blij dat ik het mag zijn. En ik hoop gewoon dat ik zichtbaar dingen kan veranderen. En daar heb ik wel mensen voor nodig die met ideeën komen. Maar ik heb zelf ook nog wel wat ideetjes, dus aldoende gaan die gewoon kenbaar worden. No matter how hard you try, keep that in mind, let the science swim to explain in due time. All I know, time is a favorite thing. Watch your fly by as the pendulum swings. Watch your count out, in the end of the day, the clock takes life away. It's so unreal. Look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, they didn't even know what wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What I meant to be will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. Wat hoop je nou over een jaar, als er weer een nieuwe klimaatburgemeester komt, wat hoop je dan bereikt te hebben? Ik hoop bereikt te hebben dat Boksel wat groener is, dat elke straat wat groener is. En ik hoop ook dat er bijvoorbeeld weer een kledingruilbeurs is opgezet. En verder denk ik dat klimaat is niet alleen maar bezig zijn met groen, maar ook met elkaar. Dus de verbinding vind ik heel belangrijk. Dat als jij een oudere buurman hebt die zijn heg niet kan maaien of afsnijden, dat je hem gaat helpen. En als je een boormachine, dat je die eigenlijk van plan bent om die te gaan kopen, dat je na gaat denken en gaat denken van nou, misschien kan ik hem gewoon lenen of uitlenen andersom. En een van de projecten heb ik gehoord, hoorde ik net, is een notenbos. Ja, notenbos ben ik samen mee bezig met Mirjam Bemelmans en nog wat andere mensen. De bedoeling daarvan is, noten moeten een goede vervanger worden van vlees. En omdat in het kader van dat de eiwittransitie is heel belangrijk. Vlees dat heeft heel veel water nodig, is heel milieuvervuilend. En ik denk dat het ook mooi is dat het een plek wordt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en gewoon ja, noten kunnen rapen. Dat is gewoon het mooiste. Want de noot is hoog. De noot is hoog, ja.